Esther Daams van Pathé Groningen is blij dat ze weer open mogen. Op een paar kleine klusjes na zijn ze bij de bioscoop helemaal klaar voor de heropening. De bioscopen waren al sinds december gesloten vanwege de coronaregels, maar door de versoepelingen mogen de filmtheaters vanaf morgen hun deuren weer openen. In de tussentijd hebben ze bij Pathé niet stilgezeten. We hebben natuurlijk ook gekeken naar kunnen we allemaal doen straks als we dan inderdaad open mogen met nieuwe content, nieuwe films. Hoe gaan we de bezoeker weer blij maken met dat moment uit? Dus daar hebben we vol de tijd voor genomen en we zijn er klaar voor. Hebben jullie dan ook een nieuwe programmering ten opzichte van toen jullie dichtgingen? Nou, de programmering is eigenlijk zo groot en zo divers. Er zijn natuurlijk zoveel titels die uitgesteld zijn en die stonden te wachten om vertoond te worden. Dus het zal ook een beetje dringen zijn. En dus in dat opzicht is het zeker wel een uitdaging om alles geprogrammeerd te krijgen. Maar dat het een divers programma is, dat is zeker. Volgens de voorspellingen houdt het zonnige weer de komende weken aan. Toch denkt Daams dat dit het publiek er niet van zal weerhouden om naar de film te gaan. We hebben heel lang gewacht, zij hebben heel lang gewacht. Er zijn zoveel fantastische films die op het doek te zien zijn, dat zullen ze zeker doen. En je zit lekker in een goede stoel en je hebt fantastisch scherm, goed beeld en geluid. En de circulatie is fantastisch geregeld bij ons. Dus nee, daar geloof ik zeker in. Ja, absoluut. Hebben jullie al veel reserveringen voor de komende weken binnen? Ja, we mogen zeker niet klagen. Dus ik weet niet of jij nog naar de film wil, maar dan zou ik in ieder geval een beetje opschieten dit weekend. Dus nee, dat gaat vrij goed.